ik ben laatst in Zaandam geweest en ik zag dat ze daar een winkel hebben waar ik al heel lang naartoe wilde. En dat is de Flying Tiger. Ik was nog nooit in zo'n winkel geweest, maar het is echt een superleuke winkel en ik heb dus ook best wel wat dingen gekocht. Dus het leek me leuk om deze aan jullie te laten zien in deze video. Dus laten we maar gewoon beginnen. Kijk trouwens hoe slim. Ze hebben gewoon tasjes voor cadeaurollen. Dat zou elke winkel die cadeaupapier verkoopt moeten hebben. Ik heb 2 rollen inpakpapier. Eentje met poesjes en eentje met uiltjes. Deze zijn echt superleuk. Echt schattig. Maakt cadeautjes geven nog net iets leuker. Het cadeaupapier was 1 euro per rol. Wat ik ook kocht zijn deze placemats. En dit zijn papieren placemats. En het is eigenlijk voor verjaardagen. Bijvoorbeeld deze of deze. En nou ja, er zit dus nog een soort in. 3 verschillende soorten. En dit boek met 36 placemats was 4 euro. En ja, het leek me wel leuk om die gewoon te gebruiken. Bijvoorbeeld voor foto's of gewoon om te gebruiken als placemat. Of bijvoorbeeld wanneer ik een DIY film of fotografeer, dat ik dat eronder leg. Dat ik bijvoorbeeld in plaats van een krant, dat ik er zo'n placemat onder kan leggen. Dat vind ik wel heel leuk. Dus daarom heb ik ze gekocht. Wat ik ook heb gekocht is dit geprint papier. Er zitten 12 verschillende soorten in. Ik zal wel even ook een close-up laten zien, zodat je hier de printjes kan zien die erin zitten. Maar het zijn in ieder geval hele leuke printjes. Het decoratiepapier was 2 euro en dan heb je dus 24 vellen met 12 verschillende patroontjes. Verder iets super raars misschien, maar ik moest er echt heel hard om lachen en ik dacht oké, die ga ik gewoon meenemen. En dat is dit. En dit is een slinger met poppetjes. En die slinger is gewoon helemaal leeg. Dat zijn lege poppetjes. En dan krijg je er allemaal stickervellen bij. Dus dan kan je zelf die poppetjes, kan je gezichtjes opplakken en kleren opplakken. En nou ja, super grappig. Misschien dat ik dit nog wel in een video ga doen. Gewoon omdat het leuk is. En die leuke slinger die was poppetjes, stickers, 3 euro. Verder heb ik nog iets gekocht wat ook, ja, wat daar een beetje op lijkt. En dat is dit boekje. Het is een boekje. Ik zal het anders wel even openmaken. Dit is het boekje Mix and Match. En hier zitten dan allemaal verschillende rondjes in. En ook hier zitten weer stickers bij. Van oogjes, mondjes, neusjes, alles. Dus dan kan je je eigen gezichtjes maken. Super grappig. En ja, deze wilde ik gewoon hebben. Ik heb soms namelijk bijvoorbeeld dat ik iets op Instagram wil zetten, maar dat ik er geen foto bij heb. En dan kan ik bijvoorbeeld een foto van zo'n gezichtje maken of voor mijn blog of zoiets. En ja, ik vind het gewoon een heel leuk ding. Er zitten 40 gezichtjes in dat boekje en 292 stickers. Dus heel leuk. En dit boekje was 4 euro. Verder heb ik nog van dit draad gekocht. Dit heb ik laatst bij de Vibra ook gekocht. Tenminste zoiets met wit en rood. En dit is wit met zwart en wit met roze. En die gebruik ik bijvoorbeeld om pakketjes mee te versieren of voor DIY projecten. En ja, deze. En die waren 2 euro per rolletje. En nu heb ik nog iets heel leuks gekocht. Ik heb al een winkelkarretje in de kast staan, maar dat is echt super onpraktisch. Die neemt een mini trouwens. Die neemt echt super veel ruimte in. En die had ik gekocht om foto's te maken, maar ik vergeet steeds dat ik hem heb. En ja, hij staat gewoon een beetje in de weg. Dus ik denk dat ik die weg doe. Maar ik heb dus een vervangend iets. Namelijk dit mandje. Hoe leuk is dit? Het is gewoon een mini winkelmandje. En ja, dit is een stuk handiger om te gebruiken. Je kan er bijvoorbeeld ook dingen in opbergen. Maar ik kan hem ook gebruiken voor foto's. En voor dat mandje betaalde ik 4 euro. En volgens mij zijn we dan alweer aangekomen bij het laatste. En dat zijn kaartjes. Ze hadden echt onwijs leuke kaartjes.
Ik was dus samen met mijn ouders en mijn moeder, die houdt ook van leuke kaartjes en kaartjes sturen en zo. Maar voor verjaardagen van mannen, dat is altijd best wel een uitdaging om een leuk kaartje te vinden. En of voor gewoon in het algemeen. Er zijn vooral veel leuke vrouwenkaartjes en minder leuke mannenkaartjes. Maar we hebben dus deze. Dit is een man met een tatoeage en een ballonnetje. Super grappig. En dit is een mannetje met een koptelefoon en rommelig haar. Maar ja, super leuk. En deze kaartjes waren 2 voor 1 euro. Dus dat is ook nog hartstikke betaalbaar. En dan heb ik nog deze. Even kijken. Deze met een vogeltje erop. Super leuk. En deze die je niet goed kan zien. Dus ik ga hem er even uithalen. Een poppetje met beentjes en een watermeloen. Hoe leuk! Dus dat was alweer alles wat ik gekocht heb. Ik was in totaal 25 euro kwijt. Alsnog, het zijn allemaal kleine dingetjes, maar bij elkaar stapelt het dan toch weer op. Maar alsnog, 25 euro voor zoveel leuke dingen. Ik ben er echt super blij mee. Ik ga zeker weten vaker naar die winkel. Flying Tiger heet die. In Zaandam zit die zeg maar onder de Primark. Niet ja, onder slash naast de Primark. En dat is zeker een aanrader. Ik heb al vaker berichtjes gehad, ook van lezers, van naar de Flying Tiger, daar moet je echt een keer heen gaan, dat is echt iets voor jou. Jullie hadden gelijk, ik vind het echt een hele leuke winkel. Dus, als je deze video leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Laat zeker weten in de reacties wat jouw favoriete item uit deze shopvlog was. En als je vaker video's van mij wil zien, dan kun je je abonneren op mijn YouTube kanaal. En hopelijk zie ik je dan weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!